je een keuze zou moeten maken om jouw hele leven lang pizza's te moeten eten of jouw hele leven lang pannenkoeken te moeten eten, wat zou jij dan kiezen? Oké, pannenkoekenpizza's, pizza! Goed weer, omdat je op een pizza veel meer verschillende dingen kan doen dan op een pannenkoek. Vandaag spelen we Would You Rather. En in dit spelletje moeten we veel meer van dit soort keuzes maken. Klik je op het duimpje omhoog met je linkerwijsvinger of je rechterwijsvinger, wat kies jij? Oké, ik zie al waar je voor gaat. Dat is een hele goede keuze. Als je zou sterven, zou je dan liever je hersenen in een robot zetten of je hersenen in een ander geslacht zetten? Dus stel je bent een jongen, word je een meisje, of je bent dus een jongen en wordt veranderd naar een robot, of je bent jezelf en je wordt veranderd naar een robot tenminste. Dat is wel een heel cool ding, maar wat voor robot word je dan? Ik bedoel, er zijn zoveel verschillende robots. Is dat dan een robot die alles precies kan zoals een mens? Want dat zou wel cool zijn, lijkt mij dan tenminste. Ik bedoel, dan bedien je gewoon je eigen robot. Zou je dan ook zelfs naar de maan kunnen zonder dat je zuurstof nodig hebt? Of naar de bodem van de oceaan? Wow, dat is zo vet als je zo'n robot bent. Ik bedoel, je kan voor alles kun je het letterlijk gewoon doen, lijkt mij. Het enige wat je nodig hebt is wel stroom trouwens. Wat gebeurt er als je een robot bent en je hebt geen stroom meer? Maar je bent wel echt een levende robot, want je hebt hersenen. Dit is een lastige. Wat zou ik hier tussen kiezen? Robot of een ander geslacht? Dus dan blijf je gewoon een mens. Robot is cool. Ik wil een robot. Er zijn best wel wat andere mensen. 42% is het met me eens. En die kiest er ook voor om een robot te worden. Klik op de abonneerknop hier beneden en koop de merch op alexkleinshop.com. Wat zou je liever doen? De wereld alleen in een rode tint kunnen zien of mensen nauwelijks horen als ze praten? Oké, dus of je ziet alles een beetje roodachtig. Dus het lijkt een beetje wat enger of zo, denk ik dan. Maar zou alles eruit zien als het wat roder is? Wacht, daar kunnen we nu achter komen. Oké, dat ziet er best wel anders uit. Of het zou dus zo kunnen zijn dat je een groepje mensen hoort praten en dat je denkt van, nou, ik wil even meeluisteren naar wat ze zeggen. Dat je erbij staat en dat je gewoon de hele tijd net aan niet kan horen. Dat lijkt me ook wel echt vreselijk. Ik bedoel, dat is gewoon vervelend. Maar zou het dan echt zo erg zijn om alles met een rode tint te zien? Wat mensen niet kunnen horen praten is ook wel vervelend. Het zijn beide hele vervelende dingen. Maar ik denk dan toch... dat is een moeilijke rode tint. Hoeveel mensen zijn het daar met mij eens? Wow, dat gaat... Oh, 56%! De meerderheid is het met me eens. We gaan voor de rode tinten. Wat heb je liever? Altijd Chinees eten of altijd alleen maar Mexicaans eten? Ik zou er twee keer eten. Maar oké, Chinees eten. Wat is allemaal Chinees eten? Je hebt bami, pang, kang, pang, pang. Hoe zeg je dat? En in Mexico heb je allemaal dingen zoals tacos, nachos. Of is dat Spaans? Nee, dat is Mexicaans, toch? Oké, daar vraag ik mezelf wat. Maar wat je bij Mexicaans eten wel altijd hebt, is dat het best wel pittig is. En zelf, dat komt door de jalapeños. Maar zelf ben ik niet echt zo van pittig eten. Ik kan er nooit zo goed tegen, oké? Ik denk dat deze dan voor mij best wel duidelijk is. Ik zou denk ik gaan voor Chinees eten. Hoeveel procent is het dan met mij eens? 56! Meerderheid! Let's go! Dit is een hele leuke. Wie zou jij liever zijn? SpongeBob of Patrick? Oh, dit is zo leuke. Wie zou ik liever willen zijn? SpongeBob, Patrick. SpongeBob, Patrick. Ik bedoel, al ben je SpongeBob, ben je wel heel goed in het maken van knapburgers. En al ben je Patrick, kan je elk stukje meubels. En al ben je Patrick, kan je een tv van zand maken onder je stenen huis. Dus dat is ook weer super cool. Dit is een lastige. Maar als je SpongeBob bent, heb je weer een huisdierslak Gerrit. Dit is echt een lastige. Ik ga voor SpongeBob. Hoppakee. Wie is het met me eens? Wie is het met me eens? Let's go, de meerderheid. Iedereen wil SpongeBob zijn. Ben er klaar voor? Wat heb je liever? Je vergeet wie je bent. Of ja, was. Of je vergeet iedereen die jezelf kent. Als je vergeet wie je zelf bent, is het dan niet zo dat je ook echt daadwerkelijk alles gelijk vergeet? Dan vergeet je toch ook gewoon wie alle mensen was die je eerst wel kende? En als je vergeet wie je kent, dan ken je jezelf nog wel. En dan is dat best wel raar alsnog dat je dan wel iedereen vergeet die jij kent. Maar ik denk dat het dan minder erg is dan dat je vergeet wie jezelf was. Want ik neem dan aan dat je dan echt heel veel bent vergeten. Ik bedoel, stel je wordt ergens wakker in een ziekenhuis. Je kijkt om je heen en je zit zo van, wie ben ik? Hallo, wat is dit? Dan denk je toch ook wel van, wie is diegene die daar naast me staat of daar naast me staat? Dus dat is nog erger dan vergeten wie iedereen is die je kent. Dus dan
zou ik denk ik voor deze gaan. Hoeveel mensen zijn het met me eens? 27% maar. Maar dat is toch dom? Wat heb je liever? Elke dag maar 3 uurtjes hoeven slapen? Of elke dag heerlijk in je bed liggen? 15 uur lang slapen? Ik denk dat dit voor mij wel een hele makkelijke is. Je hebt natuurlijk je slaap nodig, maar het liefst heb ik mijn slaap zo kort mogelijk, zodat mijn dag gewoon zo lang mogelijk is. Ik bedoel, wakker zijn is veel leuker dan slapen. Dus daarom zou ik denk ik kiezen voor maar 3 uur te hoeven slapen. Maar ik hoop dan wel dat je gewoon alle energie hebt die je normaal ook zou hebben natuurlijk. Dus ik zou dan voor 3 uur slapen. En hoeveel procent is het met me eens? Oh, is het de meerderheid? 51 maar. Hoe kan dit verschil zo klein zijn? Zijn er zoveel mensen die 15 uur per dag willen slapen? Wow. Wat heb je liever? Een maand lang alleen maar bij de Kentucky Fried Chicken eten? Of trouw kipbuggen? Of trouw superveel kip? Maar je kan dan ook milkshakes bestellen. En ijsjes bestellen. Of je eet een maand lang alleen maar Taco Bell. Dat is een andere fastfoodketen waar je dus daadwerkelijk taco's en ander Mexicaans eten kan bestellen. Of burritos en patatjes. Patatjes zijn niet Mexicaans, toch? Zoals ik eerder in deze video al zei, hou ik niet zo van pittig eten. Pittig eten zijn vaak taco's en dat soort dingen waar jalapeno's en zo in zitten. En pepers en weet ik veel wat allemaal. Dus ik zou persoonlijk voor de KFC gaan. Ook al, ja, ik weet niet. Ik zou daar gewoon voor kiezen. Kom op, wat is de meerderheid? Let's go, ik heb weer de meerderheid. Als je een bril zou moeten dragen, wat heb je dan liever? Een bril nodig hebben om ver weg te kunnen zien? Of een bril nodig hebben om dichtbij goed te kunnen zien? Dit is een lastige. Ik bedoel, al heb je een bril nodig om ver weg goed te kunnen zien, heb je voor dichtbij dus geen bril nodig. En heb je een bril nodig om dichtbij goed te kunnen zien, dan heb je hem weer niet nodig voor ver weg. Maar het meeste wat je ziet is dichtbij, lijkt mij. Volgens mij heb ik zelf ook een bril nodig om ver weg te kunnen zien. Maar ik ben het gewend, dus ik weet het niet. Ik kan er prima mee leven door ver weg ietsje slechter te zien. Niet al te slecht. Maar als zou ik dan moeten kiezen, zou ik gewoon een bril nodig hebben om ver weg te kunnen zien. Oké, hoeveel mensen zijn het met mij eens? Oh, dit is wel de meerderheid. Dit is 70%. Wow. Wat zou je liever doen? Een dennenappel eten of een eikeltje eten? Ja, maar dat is zielig voor de eekhoorns. Die wouden de eikeltjes eten. Maar ik denk dan dat een dennenappel veel groter is en veel moeilijker is om te eten. Die bestaan namelijk allemaal uit soort kleine stukjes of zo. En een eikel lijkt me ook niet zo lekker om te eten. Maar ik denk dat dat makkelijker is. Dus ik zou daar dan voor kiezen. Kom op, hoeveel mensen zijn het met me eens hierbij? Wow! 78% is het met me eens. Dat is bizar veel. Wat heb je liever? Je hebt je eigen huisdierslang. Of je hebt een huisdierschildpad. Tuurlijk zou ik dan kiezen voor de schildpad. Moet je nou weer met een slang? Dat is eng. Zitten er kijkers tussen bij jullie die een huisdier hebben? Zo ja, laat weten welk huisdier je hebt in de reacties. Ik zou kiezen voor de schildpad. Kom op, hoeveel mensen zijn het dan met me eens? Oh, dat zijn er heel veel. 69%. Wow. Wat heb je liever? Je hebt liever dat je in staat bent om te transformeren naar iedereen die je wil zijn op de wereld. Dus dat wil de kerstman zijn. Bam, wow. Ben ik een kerstman? Of je kan overal op de wereld teleporteren naar elke plek op de wereld. Dus dan zou je bijvoorbeeld hier in Nederland kunnen staan en met één klikje op een soort knopje, of je moet het zeggen, of weet ik veel, kan je naar de Noordpool, of kan je naar Amerika, of kan je naar Australië, overal letterlijk. Dat is wel een moeilijke. Ik bedoel, ja, teleporteren is super vet. Dan kan je in één keer de hele wereld zien natuurlijk. En transformeren naar een andere persoon op aarde lijkt me ook wel vet. Ik bedoel, stel je hebt iemand waar je heel erg tegenop kijkt en je kan een keertje kijken hoe een dag in zijn leven is, dan is dat ook wel gaaf. Maar ik denk dat je dat snel zat bent. Ik bedoel, iemand anders leven is heel anders als je daar zelf in gaat, lijkt mij. Dus ik zou denk ik kiezen voor het kunnen teleporteren. Hoeveel mensen zijn het dan met mij eens? Oh, het is net aan de meerderheid. 51%. Klik op een van de 2 video's die hier naast me kunnen zien staan. Die moet je gezien hebben. Doei!